Deze webles gaat over tabellen en diagrammen en hoe je een goede tabel en een goed diagram maakt volgens de regels van het spel. En we beginnen met de tabel. De tabel maak je altijd uh, in kolommen op en elke grootheid krijgt een eigen kolom. In de eerste kolom zet je de grootheid die jij verandert, die jij onder controle hebt. En je zorgt ervoor dat de meetwaarden in deze kolom in een logische volgorde staan. Dus of van hoog naar laag of wat je vaker ziet van laag naar hoog. In de kop van elke kolom zorg je dat de grootheid en de eenheid vermeld zijn. En de eenheid staat tussen haakjes. En de grootheid die zet je altijd cursief, het symbool ervan. Let er ook goed op dat als je de meetwaarde noteert, dat je dan ook de onzekerheid in je meting goed laat doorkomen in je meetwaarde. Dus meet je iets tot op een tiende nauwkeurig, dan zorg je ervoor dat alle meetwaarden in die kolom ook tot op een tiende nauwkeurig staat, staan. Wat je vaak nog wel eens ziet gebeuren is. Dat je in één kolom meetwaarden ziet met verschillende significante cijfers achter de komma. Dat is pertinent fout. Zorg ervoor dat al jouw meetwaarden hetzelfde aantal cijfers achter de komma hebben. Een voorbeeld. In deze webles gaan we kijken naar een uh, meting die we hebben gedaan, een serie metingen, in een uh, elektrische schakeling. Uh, we meten de spanning en de stroomsterkte. En de spanning en de stroomsterkte die wil ik weergeven. Nu draai ik aan de variabele voeding. Dus de spanning heb ik onder controle. Dat wordt mijn eerste kolom. En aan de hand van de spanning meet ik verschillende stroomsterkte. En die zet ik in de tweede kolom. Als je dan je tabel hebt, dan wil je natuurlijk naar de volgende stap. Je wil er een diagram van maken. Nu gaan wij er van maken een. IU-diagram. Let ook op de notatie en op de volgorde, vooral, want een IU-diagram betekent bij de natuurkunde en dat is eigenlijk precies tegenovergesteld als bij een wiskunde um, situatie dat we de i op de y-as gaan zetten en de u op de x-as en we gaan dadelijk ook zien waarom dat is. Een diagram. Alles wat hoort bij assenstelsels, meetwaarden op de assenstelsels, grootheden, eenheden, de meetpunten, alles dat bij elkaar, dat noem je je diagram. En ook als je een diagram maakt, zul je moeten gaan letten op een aantal dingen. Nou, het eerste is vrij logisch. Zorg dat je twee assen hebt die loodrecht op elkaar staan. En dan ga je weer kijken naar de grootheid die jij controleert. En in ons voorbeeldje is dat dus de spanning, de volts. Die zetten we altijd op de x-as. Langs elke as zetten we natuurlijk weer de grootheid en de eenheid. Waarbij de grootheid weer staat en de eenheid tussen haakjes. En zorg ook dat je met een pijltje aangeeft in welke richting deze grootheid groter wordt. Dan zorg je dat je je diagram zo indeelt dat je je schaalverdeling zo kiest dat je een zo groot mogelijke ruimte van jouw diagram gebruikt. Zorg dus dat je geen loze ruimtes in je diagram hebt. Om nou makkelijk te kunnen aflezen is het wel handig om de schaaldelen te, delen, eh, te kiezen in stapjes van 1, 2, 4 of 5. En uh, misschien wat het belangrijkste, zorg er altijd voor dat je je meetpunten laat zien. En zeker als je in Excel een diagram maakt, dan heb je opties om diagrammen te maken zonder meetpunten. Kies die opties nooit. Zorg altijd dat jouw meetpunten in jouw diagram staan. Dan gaan we eens even kijken. We hadden die metingen van uh, spanningen en stroomsterkte. Als we daar een diagram van maken, dan ziet dat er uh, in ons geval zo uit. Nu missen we nog één ding in onze diagram en uh, dat is de grafieklijn. De grafieklijn die het verband weergeeft tussen mijn twee grootheden. En ook bij de grafieklijn moet je aan een aantal dingen denken. De grafieklijn geeft in een vloeiende lijn het verband van beide grootheden weer. En um, Je kunt dus in jouw diagram aan de hand van de grafieklijn zien wat de overeenkomst is tussen beide grootheden. Als je die grafieklijn tekent, zorg dan wel dat die grafieklijn niet zo door meetpunten loopt dat je de meetpunten niet meer kunt zien. Dat je bijvoorbeeld een hele dikke grafieklijn uh, neemt, waardoor je de meetpunten eigenlijk overschrijft. Uh, dat is niet goed. Zorg dat de meetpunten altijd zichtbaar blijven. Als je die grafieklijn dan hebt, dan heb je een beeld gekregen, gekregen van het verband tussen je twee grootheden. En die grafieklijn geeft eigenlijk het meest nauwkeurige beeld van dat verband. Waarom is het nou belangrijk? Nou, als je iets wil aflezen in jouw diagram, dan ga je niet een meetpunt aflezen, maar je leest altijd af op de grafieklijn. En dat wil zeggen dat je altijd tussen twee meetpunten gaat aflezen, interpolatie, of dat je je grafieklijn een stukje doortrekt en gaat aflezen in een gebiedje waar je eigenlijk geen meetpunten meer had. En dat heet dan extrapolatie zie je nu een lineair verband in jouw meetpunten, dan kun je een uh, grafieklijn tekenen die een lineair verbaan, verband aangeeft en zorg er dan ook voor dat die grafieklijn kaarsrecht loopt en laat die lijn zo lopen dat die zo goed mogelijk langs de meetpunten loopt. En dat wil in de praktijk zeggen, want de meetpunten die zullen nooit precies op die uh, lijn liggen, dat er ongeveer evenveel meetpunten boven jouw lijn komen dan eronder. En bedenk ook goed als je een grafieklijn gaat tekenen of die Lijn ook door de oorsprong moet of niet. Misschien heb je uh, gemeten met jouw x-waarde op 0 en gekeken wat dan je y-waarde is, maar soms kun je ook gewoon door uh, goed na te denken bedenken uh, of de grafieklijn door de oorsprong moet of niet. Nou dan, uh, hoe ziet ons diagram dan uit met de grafieklijn? De punten lijken hier toch redelijk op een rechte lijn te liggen, dus ik ga er een rechte lijn doorheen trekken met ongeveer evenveel punten boven als eronder en ik heb mijn grafieklijn getekend wat nu bijvoorbeeld als ik een spanning wil weten bij een, sorry als ik een stroomsterkte wil weten bij een spanning van 4 volt dan zou je misschien denken ja wacht dat is niet zo moeilijk want ik heb een meetpunt bij 4 volt en dan pak ik dat meetpunt maar dat is dus niet de bedoeling als je grafieklijn hebt de bedoeling is dat je op de lijn gaat aflezen en als je dat heel nauwkeurig gaat doen zo nauwkeurig mogelijk dan dan kom je erachter dat bij een spanning van 4 volt in onze situatie hoort een stroomsterkte van 10,1 ampère. Dit is de situatie met een lineaire grafieklijn. Maar wat nu als je een verband hebt? Ik heb hier een andere meetserie weergegeven. Een verband die duidelijk niet lineair is. Als je deze serie punten bekijkt, dan zul je het met me eens zijn dat je hier geen rechte lijn doorheen moet trekken. Wat je dan doet is. Zo goed mogelijk een vloeiende lijn langs die meetpunten trekken. Ook deze lijn hoeft niet door alle meetpunten te gaan, maar zorg dat hij ongeveer evenveel meetpunten uh, boven zich heeft als eronder. En uh, als het niet anders kan, dan doe je dat uit de hand. Je doet het zo goed mogelijk en maak je niet heel erg druk over dat het met de hand gedaan is. Soms kan het niet beter dan zo. Maar ook al trek je een vloeiende lijn langs de meetpunten, dan is het altijd nog belangrijk om na te gaan: moet mijn vloeiende lijn ook beginnen bij de oorsprong of niet? Je kunt nog een stapje verder gaan als je uh, zo'n verband hebt. Dan kun je ook zeggen: ja, herken ik wellicht een wiskundig verband in mijn grafieklijn die ik heb getekend? Is het bijvoorbeeld een wortelverband of een kwadratisch verband of omgekeerd evenredig? Als je dat vermoeden hebt, dan kun je altijd door middel van een assentransformatie nagaan. Of dat ook echt zo is. En over asse-transformatie gaat een andere webles. Dus als je daar meer over wilt weten, dan uh, is het handig om die webles te bekijken. Nog twee afwijkende dingetjes. Stel ik heb een diagram getekend en die ziet er zo uit. Uh, alle meetpunten liggen toch al redelijk duidelijk op een rechte lijn. Maar eentje valt er best buiten. Als je zeker weet dat uh, jouw uh, afwijkend meetpunt, dat dat waarschijnlijk komt door een foute meting of een uh, apparaat dat niet goed werkte. Dan uh, geef je dat natuurlijk aan in je verslag. Je zet een streep, een kruis door jouw meetpunt. Daarmee geef je ook aan aan de lezer, dit meetpunt doet eigenlijk niet mee. mee. En je kunt uh, het meetpunt ook verder negeren in je analyses. Dan uh, deze serie meetwaarden, uitgezet in een diagram. Ja, hier ga je dan ook afvragen, wat voor verband zie ik? Is het een lineair verband? Moet de lijn door de oorsprong? En uh, ja, die punten die, um, die hebben zo'n grote spreiding, dat eigenlijk de enige conclusie die je kunt trekken is uh, dat je hier eigenlijk niet zoveel mee kunt, dat je nog eens goed zou moeten gaan kijken naar jouw experiment, dat, uh, dat het uh, op zijn minst één van de twee grootheden niet al te nauwkeurig gemeten is, en dat je met amper enige zekerheid hier verder iets over kunt zeggen. De samenvatting. Wat hebben we gezien in deze webles? Eh, drie belangrijkste puntjes pak ik er nog even uit. Als je nu eh, je meetserie, je metingen presenteert, of dat nou in een tabel is of in een diagram, hou dan altijd goed rekening met de onzekerheid in de metingen die je hebt eh, ondervonden. En eh, geef dat aan in je tabel en hou daar rekening mee als je je diagram gaat uitwerken. Als je dan een grafieklijn hebt getekend, dan is het de grafieklijn die het verband aangeeft tussen je grootheden. En wat houdt dat in de praktijk in? Dat houdt in dat als je iets wil aflezen in jouw diagram en je hebt die grafieklijn al getekend, dat je dan die grafieklijn moet uh, pakken om af te lezen en geen afzonderlijke meetpunten.